welkom bij deze gloednieuwe video. In deze video ga ik het hebben over ons huis. Namelijk video 2. Dus is deze eerste video waar je op klikt. Ga zeker eerst de eerste video zien. Ga meer over de ruwbouw en zo gaan. Dan kan je nadien terug op deze video klikken. Want dan kan je beter volgen. Want ik breid mij vooral altijd maar uit en uit en uit. Dus dat raad ik eventjes aan. Ben je nieuw op mijn kanaal? Hallo, ik ben Carolien en ik ben aan het bouwen met mijn partner. En ik neem jullie door heel het proces wat mee. Goed, ik heb mijn gsm, omdat ik een beetje wat een houvast heb gemaakt van datums en wat er allemaal gebeurd is. En wat ik zeker wil vertellen in deze video. Dus laten we niet langer de intro maken en gewoon starten met de video te maken. Oké, ik zit een beetje aan de kant, omdat hier wat foto's ondertussen komen terwijl ik een beetje praat over ons huis. Oké, we gaan terug naar mei, juni. Ongeveer die periode. Want dan heeft Vincent namelijk de sleuven gemaakt samen met mijn jongste broer en zijn broer. Ze hebben 2 à 3 zaterdagen ongeveer tijd nodig gehad om sleuven te maken. Maar op zich ging dat redelijk snel. Want de eerste dag deed Vincent en Jill, dus de broer van Vincent, eigenlijk zo met een slijpschijfje de lijnen eigenlijk. En mijn broer kapte het eigenlijk meer uit. En de week daarop heeft Vincent eigenlijk alleen veel geslepen en heeft mijn broer het dan uitgeklopt. En de week daarop hebben ze samen, denk ik, vooral uitgekapt. En dan was het eigenlijk praktisch rond, want eigenlijk de derde dag was niet een heel lange dag, omdat omdat het eigenlijk redelijk rap vooruit ging. Dus ja, het ging best wel snel vooruit. Nadien hebben we dan contact opgenomen met de elektricien om te zeggen, het is klaar. En dan is hij komen controleren. Hebben we nog een beetje het over gehad van waar komt waar. Hè? Waar komt nu juist het wasmachine en de droogkast. Want we hadden dat gezet van zo en zo, want dat is een beetje op hoogte. Maar dan hebben we duidelijk gemaakt dat is de droogkast, dat is wasmachine. En voor hem was dat belangrijk voor de leidingen. Dus dat terzijde. Dan is hem ook nog even langs geweest om te zeggen van die pot is goed en die pot moet iets dieper. Zoals bij de keuken, bij het vuur, dat is een veel grotere pot en een dikkere draad. Dus dat moest nog ietsjes ruimer gemaakt worden. En dat heb ik met Vincent dan op een avond nog gaan doen. Daar zijn ook foto's van, dus die ga je nu zien. Ik heb voor de rest niet veel meegeholpen met het uitslijpen en zo. Dat is allemaal mijn broer Vincent en zijn broer. Maar die avond heb ik wel samen met Vincent dat gedaan. We hebben toen ook wat bijgesmeerd, gatjes weggevuld. Zo van die kleinigheden die nog moesten gebeuren. Nadien zijn we eventjes moeten wachten totdat de elektriciteitsman, elektricier, kwam. Namelijk rond de 24 juli zijn ze eigenlijk begonnen. Of is hij alleen begonnen. Dus dat was wel heel leuk om te zien. Dat alle leidingen er ineens lagen. Heel veel draad op de grond. En, of kabels, hoe je het allemaal wilt noemen. Dus dat was wel heel fijn om te zien hoe dat proces in elkaar ging. Want dan lagen bijvoorbeeld kabels op de grond. En dan zagen we, ah ja, voor het licht aan en uit te doen, die kabels moeten dan nog liggen. En dan is deze ruimte klaar. En een dag later, of 2 dagen later, dat we nog eens gingen passeren, was allemaal gebeurd. Het was gewoon superleuk om die evolutie te zien. En dan heeft een elektricien ook mooi zijn kabels dat dichtgemetst, zal ik zeggen. Of ja, eigenlijk wel, want het is met mortel gedaan. Dat die kabels heel mooi zijn, een soort van weggewerkt zijn. Dus dan kan de bepleisteraar er gewoon makkelijker over. Dus dat was dan ook gedaan. Dat was super fijn ook. Om te zien, want dan is dat ineens, ah ja, de elektriciteit is klaar. Dus dat is keileuk. Dan is de loodgieter ook begonnen rond de 17 juli. Die was eigenlijk een weekje vroeger gestart. Want normaal was het bouwverlof, maar de elektriciteit en de loodgieter pakten geen bouwverlof. Dus dat kwam super fijn uit voor ons.
En dan kunnen die ook op hun gemak ongestoord werken, want anders is het misschien soms wat drukker op de werf of zo. En ja, dat is gewoon fijner voor hunzelf ook. Dus, en wij waren er super blij mee. Dus ja, dat is er dan gebeurd en was ook wel fijn om te zien. Ging ook best rap vooruit. Dat de loodgieter al zijn leidingen lag. Legde. Dat was super leuk om te zien. En nadien, denk rond de tweede, derde dag, had het ook de buitenkraantjes, want we hebben twee buitenkraantjes, geboord. En ja, dat was ook weer heel leuk om te zien. Buiten aan de zijdeur vonden we eerst wel best dicht geboord. Maar we hebben dat toch maar zo gelaten. Omdat ja, anders, je kunt dat wel fixen altijd. Maar daar hadden we niet zoveel zin in. En ik denk, je wint het wel. Het zal wel gewoon worden. Het wint wel. Dus we hebben dat zo gelaten. Maar aan de achterkant hebben we dan ook een kraantje. Superleuk en handig voor later. Maar het was gewoon leuk om te zien. Want dan is dat weer een stapje dichter. En elke dag zie je de leidingen meer. En dan ja, een stapje dichter. Of dan zag je ineens de wc. Zo die, ja, de rug van de wc, zal ik maar zeggen. Dat is de wc op wordt bevestigd. Want we hebben hang-wc's. Zagen we dat ook ineens. En dan, oh, onze wc is bijna klaar. Helemaal niet waar, hè. Maar ja, ze voelde dat wel voor mij een beetje. Van, oh, weer een stapje dichter. Dus dat was ook heel leuk. Om dat allemaal te zien groeien. Je ziet het van binnen meer huis worden. En dat is echt heel leuk om te zien. Dus dat was de loodgieter klaar. Heeft hij dat ook allemaal mooi afgewerkt met zijn leidingen. En ja, dan was eigenlijk de binnen klaar. Voor zover het klaar kan zijn op het moment. En nu, eind augustus, is de voer gestart. Ook een heel leuk proces om te zien. Want het is toch altijd spannend. Je kiest dat op zo'n klein, ja, paar centimeter op paar centimeter. En ja, dan zie je dat ineens. En de eerste keer, ja, het begon van achteren. Met het crème kleurig kleurtje. En het was nog wat nat. En het had ook geregend. En ik dacht, oeh, dat vind ik best geel. Ik wou wat crème. Dit vind ik te geel. Maar s'avonds ging ik dan terug met Vincent. Want Vincent moest die dag tot laat werken. En nadien gingen we terug. En dan was dat meer opgedroogd. En het had ook niet meer geregend. En dan denk ik, jawel, ik vind het wel heel mooi. Ik moest het gewoon even tijd geven om hard te worden en te drogen. Dus ja, dat was ook een tof proces om te zien. Maar inderdaad, onze mama zei dat ook. En het is wel een beetje waar. Omdat je een lichte kleur hebt gepakt, wordt je huis precies nog groter. En dat is ook wel heel zot om te zien. Want dan denk ik inderdaad, wow, precies toch wel echt een ruim huis. Dus ja, ook heel tof om te zien natuurlijk. En dan hebben we de onderste kleur is niet heel donkergrijs, maar ook niet heel lichtgrijs. Zo wat medium grijs zal ik het noemen. Je zult een foto zien natuurlijk, of ik heb wel een foto gezien, dus allemaal duidelijker. Maar dat is echt mega leuk, want eerst had hem praktisch alles gedaan van de lichte kleur, buiten het eerste verdiep aan de zijkant plus een nok. Die moesten nog gedaan worden met de lichte kleur. En dus dat moest nog gebeuren. Even nadenken hoe ik het ging zeggen. Maar de onderkant ging hem eerst doen, dus hij is eerst met de grijze kleur begonnen. En dat die grijze kleur klaar was, heeft hem dan hoogtewerk, want hij heeft dan mijn hoogtewerk gedaan, om het eerste verdiep eigenlijk af te werken langs de zijkant en de nok, dus de punten, af te werken. En dat was eigenlijk, dat eerste verdiep en die nok was op een dag klaar. Dus dat is, op zich was het niet veel werk, maar we hebben er best wel even op moeten wachten op de voer. Maar we hadden ook problemen natuurlijk met de pitpa, we moesten water hebben. We hebben nog altijd geen water trouwens. Dus we hebben hele lieve buren waarvoor we aan water hebben van mogen mogen gebruiken. Hij heeft ook van onze waterput al gebruik gemaakt. Dus al geluk dat dat kon. Want anders was het nu nog niet gevoegd. Dus ja, dat dan. En dat was ook weer een heel ander zicht. Dat hij helemaal klaar was met voegen. Ja, dat is ineens een heel ander huis. Hè. Dat is langs de buiten echt. Anders was het best donker.
En ik ben heel blij dat we niet voor dat grijs voegsel, dat ons allereerste idee was om voor het hele huis. Dus wat we eigenlijk nu beneden hebben, wat we eerst heel ons huis doen. Maar ik ben blij dat we dat niet hebben gedaan, dat het nu toch wel een ruimer huis lijkt. En ja, een lichter huis. En ja, dat vind ik echt, ik vind het heel mooi geworden. Ik ben er heel blij mee met die keuze. Dat we voor die kleuren hebben gekozen. Ik ben echt ja, insane blij en ik ben helemaal verliefd op het huis terug. Dus dat qua de vroeger. Dan hebben we gisteren een superleuk telefoontje gehad. Dat namelijk Pietpa langskomt van de week. Dus heel blij mee dat eindelijk Pietpa komt. Maar weer kan ik daar ook niet over zeggen hoe dat is gegaan ofzo. Maar ik hou jullie op de date in de volgende video daarover. Dus die komen eraan. We hebben gisteren ook, want Vincent was gisteren ook een dagje thuis. En ik ook. Dus we hebben dan samen de vloer gaan kiezen. Ik ga die nog niet in beeld laten zien. Die laat ik pas zien wanneer dat we gaan vloeren. Omdat ik het nog een beetje spannend wil houden voor jullie. We hebben wat gekozen. Dat ga ik jullie wel zeggen voor wat laminaat parketachtig. Maar dan wel vloer echt. En wat grijsbruinige andere tegels zal ik zeggen. Voor de rest laat ik jullie fantasie maar eventjes gaan. Ik ben benieuwd dat het een beetje klopt met wat jullie in gedachten hebben, wat we dan hebben gekozen. Dus laat dat zeker weten nadien als we het laten zien. Ja, maakt niet uit. Oké, ik wou het een beetje spannend maken, de video. Goed, dan over de ramen. Want, ik zei vorige keer toch, die ramen komen naar een bouwverlof. Ja, dat was normaal de planning, of planning. Maar tot zover hebben we nog geen ramen. Ik ga daar niet te uitgebreid over online delen. Er zijn een beetje issues met de ramen. Of met een raam, met één raam eigenlijk. Dus daarom duurt het een beetje langer. Ja, ze komen eraan. Ze komen eraan. Het duurt gewoon iets langer. Maar de ramen komen eraan. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Want dat gaat... Dan pas gaat het echt het buitenzicht zijn. Wat het voor altijd het buitenzicht gaat zijn, toch, qua ons huis. Want dan staan onze ramen erin, het voegsel is klaar. Alleen de voor- en de zijdeur nog. Maar daar gaat Vincent de komende week zich mee bezighouden. Hij heeft van de week gaan opmeten voor de zijdeur en de voordeur. Want dat worden echte houten deuren. Omdat Vincent een schijnwerker is, dus dat is... Ja... Wel ergens logisch. Plus onze stijl, pastoriestijl, dat is ook wel een beetje zwarte ramen en houten deuren. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Dus Vincent gaat daar van de week zelf aan beginnen. Ook heel spannend, want dan is het echt helemaal af-af. Dat die ramen er dan in staan, die deuren. Dan is het echt langs buiten af-af. Hoe dat er voor altijd gaat uitzien in ons huis. Dus dat is wel heel leuk om naartoe te groeien. Dus dat is eigenlijk wat er nu op de planning staat. Als onze ramen erin staan en onze deuren, zal ik zeggen onze buitendeuren, dan komt natuurlijk de puur. En op de puur komt dan de vloerverwarming en dan de chap. Maar dat is nog allemaal een beetje toekomst. Dus we wachten eerst op de ramen en dan kunnen we van start gaan met de puur. En ja, dat is gewoon heel, heel leuk om naartoe te groeien. Of naartoe te streven, of hoe moet ik het zeggen, dat is, ja, leuk. Om, ja, het huis toch meer huis zien te worden, elke keer opnieuw. En, ja, voor de rest heb ik nog iets opgeschreven. Ik denk het niet. Ik denk dat dat de eerste nieuwe wijzigingen zijn, is dat Pietpa dan komt, die ramen, die deuren, en dan de puur... vloerverwarming en dan de chap, dan kan de bepleisteraar komen. En dat de bepleisteraar klaar is, kan natuurlijk de vloerder komen en dan kunnen wij gaan inrichten en verhuizen. Ik hoop dat dat nog voor begin volgend jaar gaat zijn, maar ja, je weet het nooit. Want met die ramen bijvoorbeeld staat het dan ook een beetje achter en... Ja, zo is het altijd wel iets. Het is altijd wel ergens een issue. En dat weet op voorhand. Dat is bouwen.
Maar soms is dat toch wel minder leuk, omdat je dan toch weer een beetje een domper krijgt. Maar dat is bouwen eenmaal. Dus ik heb me er een beetje bij neergelegd. Maar het is ook gewoon superleuk. Er zijn ook heel veel leuke dingen aan gebonden. Dus ja, heel fijn allemaal om te zien groeien. Dus dat was eigenlijk de video die ik... Of de dingen die ik nu wou vertellen. Dus ik hoop dat je het een beetje interessant vond. Vergeet zeker niet dat duimpje mocht doen. En met abonneren onder deze video. En zie ik jullie heel snel weer. Bye bye!